Welkom bij de serie video's Belasting betalen. Deze korte video gaat over het begrip progressief tarief. Bij belasting op inkomen houdt de overheid rekening met de hoogte van je inkomen. Als je een hoog inkomen hebt, betaal je in verhouding, dus uitgedrukt in procenten, meer belasting dan iemand met een lager inkomen. Dit systeem noem je draagkrachtbeginsel. Daarover lees je op bladzijde 203 in je boek. Wie in staat is veel te betalen, moet ook meer betalen. Daarom heeft de inkomstenbelasting een progressief tarief, zodat mensen met een hoog inkomen in verhouding meer belasting betalen dan mensen met een laag inkomen. In de tabel kun je zien dat de Belastingdienst rekening houdt met die inkomens door de inkomens te verdelen in zogenaamde schijven. Je ziet rechts in de tabel dat de percentages oplopen. Mensen met een inkomen dat niet hoger is dan 19.822 worden ingedeeld in schijf 1. Zij betalen over wat ze aan inkomen hebben 36,5% belasting. Mensen met een inkomen hoger dan 57.586 euro betalen over een deel van hun inkomen 52% belasting. Zie hier Henk en Jaap, twee broers, allebei gestudeerd, maar een totaal verschillende positie op de arbeidsmarkt. Henk, grote smile, hand vol geld, Jaap, enigszins teleurgesteld, nauwelijks iets te besteden. Hoe ontstaan die verschillen? Wie betaalt de meeste belasting? Hoe werkt het draagkrachtbeginsel? Henk zegt, mijn inkomen is 90.000 euro per jaar. Jaap daarentegen zegt, mijn inkomen is maar 30.000 euro per jaar. Henk heeft dan wel 90.000 euro inkomen per jaar, maar betaalt daarover bijna 40.000 euro belasting. Dat is zo'n 45%. Jaap betaalt een veel lager bedrag aan belasting. Hij betaalt iets meer dan 11.000 euro. Dat is maar zo'n beetje een vierde deel van wat zijn broer Henk moet betalen. Die 11.509 euro van Jaap zijn ongeveer 38% van zijn inkomen. Zo zie je dat broer Henk een veel hoger percentage van zijn inkomen aan belastingen afdraagt dan broer Jaap, die ook een veel lager inkomen heeft. Op deze manier maakt de overheid verschil tussen mensen met een grote draagkracht, zoals Henk, en mensen met een geringe draagkracht, zoals Jaap. In de tabel die je nu ziet, zie je dat voor elk deel van het inkomen dat mensen verdienen een verschillend belastingpercentage geldt. Over het laagste deel van je inkomen betaal je 33% en naarmate je inkomen stijgt, betaal je steeds over een ander deel van je inkomen een hoger percentage. In een andere video, getiteld Belasting berekenen, wordt uitgebreid toegelicht hoe deze opgaven werken. Iemand die, zoals in dit voorbeeld, een inkomen heeft van 89.000 euro, betaalt uiteindelijk, nadat je alle berekeningen hebt gemaakt, zo'n 43% daarvan aan belasting. Dat is een behoorlijk bedrag. Wil je meer hierover lezen? Lees dan paragraaf 7.2 in je boek en maak nog eens opgave 21. Blijft het lastig? Stel dan zeker vragen in de les. Succes!